We zijn aangekomen bij de Dutch YouTube Gathering. En daar gaat Rick heel erg van schreeuwen. En maar anders is er een beetje wind tegen. Oh, oké. Dus moet ik even gaan schreeuwen. Ik zal een beetje binnen gaan filmen. Tessa wil ook nog even. Oh, Tessa. Hier. Hallo. Ik ga schreeuwen. Ik zie jullie binnen. Nou, ja. Nu kan het, Tess. Zelf een foto dan. Zelf een foto. Ga maar. Ja? Ga jij mee? Dan ga ik mee. Kom. Oh, ze vinden het wel heel ga ik hem deze. Foto maken. Nee, ik kan het filmen. Ja, filmen. Ja, zeg eens wat. Hi. Ik voel me hier net in een dierentuin. Kijk een beetje om je heen. En dan zit ik hier in mijn eentje. Nou, met Ma en Tessa erbij. Alleen, iedereen zit hier gewoon proberen een handtekening te krijgen. Terwijl ik hier rustig met mijn cakeje of zo zit. Een beetje me bekeken voel. Wat? Ik voel me bekeken. Ja, dat herken ik wel, ja. En dat is wel echt geniaal. Nou, ik heb hetzelfde gevoel. Ik voel me enorm bekeken. Door iedereen. Zo. En Tessa, die vindt het onwijs spannend, hè Tess? Ja, ze praat ook niet meer. Ze zit de hele tijd met haar handen in de oren. Want ze vindt de harde knallen maar niks. Toch? Ja, hè? Ja, we hebben wel allemaal bekende YouTubers gezien. Nou ja, die in ieder geval bekend zijn op het gamingkanaal. En we hebben Kim even gezien, want het heel gezellig is. En Linette en... Waar zijn hun dan? Een paar. Oh, die zijn in de VIP-ruimte. Oh. Oh. Ah, zover zijn wij nog niet. Maar we zitten dus in de box van Divimove. En zoals je hoort komt Enzo voorbij. Dus dan is er complete paniek. Even laten zien. Kijk zo. Ja, dat levert echt leuke beelden op. Super gaaf dat al die mensen hier zijn. En we gaan zo even gewoon naar het spring kussen. Ja, precies. Dan ga ik nog even het industriegedeelte en dan gaan we denk ik naar huis, toch? Niemand op de foto geweest, niemand herkent mij. Oh, en niemand wil je handtekening? Nee. Oh. En niemand wil mijn handtekening. Oh. Niemand, maar in ieder geval, we zijn wel in die box geweest waar al die kinderen echt aankijken van, je mag die box in. Dat vond ik wel grappig. Zo, ga je lekker eten, vrouwtje? Ja. Goed zo, eet smakelijk. We zijn geweest bij de YouTube Gathering. We gaan nu weer naar huis. En hoe vond jij het, Rebecca? Ik vond het heel erg leuk, vooral het industriegedeelte. Dan heb ik een stukje over copyright gekeken. Dat vond ik heel erg leuk. Ja, ik vond het ook een soort bijzondere happening. Dat wij natuurlijk bij Divimove binnen zaten. En niet dat ze naar ons schreeuwden, maar er stonden allemaal gillende fans omheen. Dat was echt geniaal. Ik heb even op de stoep gelopen voordat we omver gereden worden. Dus dat was wel heel bijzonder. Wat ik wel heel leuk vond is dat Stuk TV gelijk te zien was. En dat Tessa ook met ze op de foto mocht. En dat ze ook onwijs aardig tegen de deden. Daar werd ik heel erg blij van. En als het goed is hebben jullie die foto ook gezien. Want die heb ik in het begin van de video gestopt. Dus dat vind ik vooral heel fijn. Omdat Tess zo heel erg graag met Stuk TV op de foto wilde. En ja, dat vind ik wel super tof van die gasten. Dat ze dan even de tijd en de moeite nemen om met haar op de foto te gaan en een handje te geven. Tess? Vond jij het, Tess? Ja, leuk! Ja, super cool. Zelf vond ik het ook een hele belevenis. Ik wist niet wat ik ervan moest verwachten en uiteindelijk is het gewoon... Laten we zeggen, je hebt twee hele grote YouTubers, Enzo en David. En Milan. Dan zit je zo in die Divimove box.
En ze zitten gewoon de hele tijd te schreeuwen van David, Milan en zo. Dan al die dingen. Maar voor de rest was het wel leuk. En bedankt voor het kijken. Laat even een blauw duimpje achter. En ik zeg later.